Hey boys, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live, met vandaag een vet young guide. Nu, de Wilderness Rework is al een week, twee weken in de game. En ik dacht dat het wel een keer tijd was om een guide te maken over de nieuwe vet young. Nu, we gaan er direct in vliegen. Wat ik meeneem als gear is een helm of Nighty's Knot. Dat kan ook een dwarven helmet zijn, dat kan, ja... Dat maakt je zo duur als dat je wilt, geprotected toch. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Een Self Amulet E, niet een EI, want EI, dat is geimbued voor range in de Nightmare Zone. En dat gaat hij verliezen. Dus oppassen, gewoon een E pakken. Want Vetion is dan ook natuurlijk een undead. Mythical Cape. Je kiest zelf wat je daarmee doet. Pak je een Fire Cape, een Inferno Cape, een Ardonia Cloak. Het is allemaal goed. Rala's Blessing, want dat geeft prayer bij en dat is gratis. Zet je Black Dehide, want Vetion's main attack is eigenlijk melee en mage, dus je pakt eigenlijk dit mee. Rune Gloves, want we willen de pikeers niet te veel gunnen. Je kunt dat upgraden naar Barrow Gloves, dus wat je zelf wilt. Climbing Boots, een beetje hetzelfde verhaal. Climbing Boots kunnen Dragon Boots, Rune Boots zijn. Het is hoe duur dat je het zelf wilt maken, het is hoeveel risk dat je wilt maken. Explorer's Ring, want dat geeft een beetje boost en alweer, het is gratis. Dan, ik heb die Ursine Chain Mace, dat is de beste wapen om Vetion te killen. Je kunt ook een Vigora's Chain Mace pakken, dat is ook cool. Je kunt zelf een Leaf Blade Battle Axe pakken, zo simpel is het eigenlijk geworden. Wat dat ik meestal doe, want je Revenant Adder verliest je upon death, zoals de meesten wel weten. Je moet daarmee oppassen. Ik steek meestal 1500 ether erin. Dat betekent 1000 is het minimum dat je erin moet steken. En dan per ether dat je erin steekt, heb je een hit extra. Dus ik steek er 1500 in. Dan heb ik 500 hits. Voor één trip is dat meer dan genoeg. Nu, dit was een beetje de gear. Voor de rest pak ik nog een switch mee. De Dins Bulwark. Dat is eigenlijk gewoon voor PK'ers. Natuurlijk, het is daar multi. Dus als daar een team binnenkomt met 5 à 6 man of zo. De ene barrage, de andere AGS, de andere in Heavy Ballista, de andere Corassi. Allee, ik kan niet te veel over PK'ers babbelen, deze guide. Maar je weet eigenlijk een beetje hoe het zit. Dus dit is eigenlijk louter der verdediging. De Royal Seapot, dat kan ook een Amulet of Glory zijn, maar dat kost natuurlijk meer. De Royal Seapot is een reward van Monkey Madness 2 en daarmee kun je overal in de game teleporteren. Enkel in de wildernis moet je level 30 wildernis zijn. Beetje zoals de Glory uiteindelijk. Dus dat kost eigenlijk niks en dat is een heel gemakkelijke way out. Voor de rest. Ik pak één Super Combat mee, want Vetion dropt ook Super Combats. Je hebt dat niet echt nodig. Je gaat veel van je blues drinken. Maar geloof mij, met die Vigoras of Ursine Chain Mace is het echt zo gemakkelijk dat je het niet echt nodig hebt. Ik pak 2 stamina potions mee. Waarom dat ik dat doe is omdat Vetion constant, gaat dat straks wel zien, lightning strikt op de grond. En je moet die dodgen. Dus je moet constant lopen. En je wilt niet out of running zijn voor als er pikeers komen of dit en dat. Dus ik pak gewoon 2 stamina potions mee. Voor de rest een Brew of 5, een Blighted Restore of 8, een Karambamtje of 10 en een House Teleport. Die House Teleport, dat zal ik direct laten zien. Waarom? Dit was eigenlijk de gear en het... Dit was eigenlijk de gear en het inventory dat ik daarvoor eigenlijk gebruik. Nu, voor de rest zal ik jullie even op de minimap laten zien waar dat Vetion is. Vetion is hier in Vetion's Rest. Dit is ongeveer op level 35 wildernis of zo, denk ik. Dus hetgeen dat ik doe, ik heb een obelisk in mijn huis, een wildernis obelisk in mijn huis. Dus ik pak een house step. Ik teleporteer naar die obelisk, level 35. En ik loop heel die weg tot eigenlijk de Vetion's Rest. Dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Dus dat is de weg ook naar Vetion. Voor de rest heb ik eigenlijk hier niet echt veel meer te zeggen. We gaan het gewoon doen, weet je wel. Dus, let's do it. We gaan dus naar mijn huis. Ik hoop dat we niet te veel pikeers tegenkomen. We zetten het naar 35 wildernis. Enter de wildernis. En we komen uit bij die obelisk. Nu, bij die obelisk is het gewoon volledig east lopen eigenlijk. Dit is die, Black Chin Chompa spot waar dat je gewoon voorbij moet lopen. Ik hoop at least dat ik u 1 of 2 kills kan laten zien zonder gepikeerd te worden, want het is op dit moment 4 uur 's middags, dus ik hoop dat er nog niet te veel mensen thuis zijn van al de werk en toestanden. Maar dat zullen we direct zien. Even kijken of dat er iemand
binnen zit. Want je kunt pas pieken na 20 kills, dat zeg ik maar al. Oké, de cave is empty, dat is ideaal. Dus we pakken Protect from Item, Melee en Pity. Dus we gaan naar binnen en dit is eigenlijk hoe dat werkt. Je dodgt alle lightning dat hij doet. Dit moet je ook zeker dodgen. Wat je ook doet, is je wapen op crush zetten natuurlijk. Zeker niet vergeten. Dus eigenlijk hetgeen hoe dat Vetion werkt is eigenlijk heel simpel. Je hit die gewoon. Op de helft van zijn twee faces komen daar Skeletal Hellhounds. Die killt je gewoon. Dat ga je nu direct zien dat die gaan komen. Voilà, die killt je. Die hebben eigenlijk maar 30 HP, dus dat is niet te veel. Zie, dit is de reden waarom ik ook stamina potions mee heb gepakt. Gewoon omdat je moet echt constant lopen. Je moet constant dodgen en toestanden. Dus, ja, zie. Zeker niet in de lightning lopen, oké? Okay? Als die de helft is, gaat hij zeggen, nou, do it again. Er komt een gele cirkel. Je kunt oftewel buiten die cirkel gaan staan. Of in het midden gewoon die en dead dot op Vetion doen. Dan gaat je ook niet gehit worden. Zeker die dingen ontwijken, zoals ik al heb gezegd. En voor de rest is het echt gewoon hitte. Het is echt... Oh, ik ben mijn looting bag vergeten. Ik ben een idioot. Ach ja, nevermind. Voor de rest zie je terug half AP. Zijn Skeletal Hellhounds gaan weer komen. Voor de rest lightning ontwijken. Voilà, als die Skeletal Hellhounds dood zijn. Gewoon verder gaan met Vetion eigenlijk te killen. Altijd natuurlijk zoals ik zei. Oppassen voor alles wat hij doet. En eigenlijk zo simpel is het. Het is helemaal niet moeilijk, to be honest. En zoals je ziet, zijn de drops best wel goed hier bij Vetion. We gaan nog één kill showen, voor het jullie gewoon duidelijk te maken hoe dat het allemaal maar zit. Het zal nu wel een duo kill zijn, maar uiteindelijk, het doet niks. Wat ik u echt aanraad om te doen, is uw settings, bij uw control settings, zet alstublieft... uw player attack op hidden. Want soms gaat hier met zoveel man zitten dat je gewoon automatisch gaat skullen en je wilt uw items niet verliezen, zoals ik al had gezegd. Voor de rest, hoe meer mensen in de room, hoe meer van die Skeletal Hellhounds, hoe meer lightning dat er gaat zijn. Dat is een beetje hoe dat het werkt gewoon. Voor de rest, terug zie, hij is dood. Oppassen. Oppassen voor de lightning. Zeker doen, ook oppassen voor die dingen, zoals ik al had gezegd. Voilà, hier komen de Skeletal Hellhounds weer al. Zie, ik werd gehit door de lightning. Altijd zo ver mogelijk van de lightning afstaan. En ja, to be honest, meer is er eigenlijk echt niet aan te doen. Dit is... Oh, dat was zelf een kill zonder Pity, zo simpel ging het. Dus ik wil maar zeggen, het is echt wel heel simpel. Oké, ik wil jullie allemaal bedanken om te kijken naar mijn guide. Ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. En tot de volgende. Yo!